ergens aan mee, 6, 2, 20. Ja. Wij jongeren hebben het vandaag de dag niet makkelijk. Je hoeft je social media maar te openen en het gevoel van FOMO bekruipt je alweer. Al die uitjes en activiteiten dagelijks op je feed maken het ons allesbehalve makkelijk om maar geen FOMO te krijgen. En daar ga ik je met mijn twee vrienden Tobias Kamman en Jasper Demolin bij helpen. Deze twee tegenpolen, inclusief mijzelf, vormen het ideale panel om voor jou de meest uiteenlopende activiteiten te testen. Van de Hoge Veluwe tot aan Bordeaux, je ziet het in de FOMO-show. Laatste aflevering van dit seizoen, jongens. We staan hier op het mooiste plekje van Amsterdam. De Dam. Heb je enig idee waarom we hier zijn, Tobias? We gaan vandaag Amsterdam van haar allermooiste kant laten zien. Want er is één ding waar ik oprecht benieuwd naar ben of ik daar FOMO voor moet hebben. Een vrijgezellenfeest! Hey! Ja, in ieder geval alcohol. Dat vind ik wel leuk. Ja. Maar dan mag het mis een klein pilsenmannetje. Ja, dat is precies. Ja. Dit wordt nog veel mooier. Ja. Want jij valt met je neus in de boter, Toby. Want jij gaat trouwen. Nee, ik trouw niet. Ik ga niet trouwen. Je bent een vrijgezel. Nu, we hebben dat bepaald. Ik ga niet trouwen. Maar we hebben het helemaal voor jou verzorgd. Dus je hoeft helemaal niks te doen. Als jij twee, drie pilsenmannetjes achter de kiezen hebt, dan vind je het allemaal mooi. Zelfbij! Toby, die gaat trouwen. Toby, die gaat trouwen. Fuck jullie, echt. We doen het voor jou, hè, Toby? Je doet niks voor mij. Dit is gewoon puur voor jullie leedvermaak. Dit is helemaal geen journalistiek onderzoek. Toby, waar denk je dat we naartoe op weg zijn? Weet ik veel, naar de hel. Hé, je gaat bijna trouwen, man. Ja, je kan er nu nog even snel van genieten, gek. Oké. Hier moeten we erin. Duiken gelijk de krochten van Amsterdam. Ja. Ik denk dat het hier is. Ja, Toby. Want vanavond slapen we in een hostel. Dat hoop ik niet. Jawel, dat hoort erbij. Ik woon hier 20 kilometer vandaan. Ja. Er is voor mij geen enkele reden om in een hostel te gaan slapen. Nee, maar dat hoort erbij. We gaan ook uit vanavond. Dan moet je krijg ook... toch de teringjas. Dan moet je in een hostel slapen. Dit ga je niet weer aan. Kom, het is niet zo erg als Berlijn. Kom, het is helemaal niet zo erg. Kom maar nou mee. Heb jij eigenlijk spullen mee? Nee! Het ziet er een beetje uit als een kinderdagverblijf. Ja, niet weer een slaapzaal, want dan ga ik pang. Yes, thank you. Toby, we kunnen beginnen. There we go. Bachelor party, we komen. Nou, oké, ik ga naar huis. Dag. Dit is echt prima, kijk dan. Beurt hij wel een beetje. Oh, het stinkt hier. Zweet en magnetronmaaltijden, daar ruikt het hier naar. Kijk hoeveel ruimte we hebben. Allemaal bedden voor onszelf. Niemand komt erbij. Jasper, is het al tijd voor de volgende verrassing? Zeker. Een vrijgezellenfeest is natuurlijk niet een vrijgezellenfeest zonder wat leuke tierenlantijntjes. Dat hebben ze altijd op van die vrouwen. Waarom is Tobias ineens een vrouw? Maar hij moet wel andersom, hij moet wel die ballen kunnen zien. Dat is wel heel belangrijk. Zijn jullie middeleeuwen? Kijk even in de spiegel. Jij moet er wel om lachen. Je moet erom lachen. Moet erom lachen. Maar we hebben nog iets. Een trouwjurkje. Nou, die doe ik niet aan. Dat gaat echt te ver. Maar je mag het gewoon over je broek aandoen. Oh! Ja, ja. Oh nee, maar dan... En we hebben dit. Tobias gaat trouwen! En jij hebt deze. Toby gaat trouwen. En aan de andere kant... De kutjes koppen! Oh, wat hebben jullie een dikke pret, hè? Zo hoort een vrijgezellenfeest. Dat is toch zo? Nee. Nee. Zo. Voor vrouwen, niet voor mannen. Jep, we zijn nou echt al 10 minuten die sjerp te passen. Ja, maar ze hebben hem de verkeerde maat sjerp gegeven. Die kan hij dan wel weer van genieten, hè? Ja. Maar Toby, ga jij het ook nog aantrekken? Ja. Nee, ik trek dit niet aan. Dat heb ik toch net al gezegd. Zo'n sjerp vind ik oké. En dat pikken ding op mijn hoofd ook. Als ik daar nou echt heel blij van worden. Maar Toby... Die jurk ga ik niet aandoen. Toby. Oh, wat zie je er kut uit, zeg. Oh, wat verschrikkelijk. Nee, ik sta je goed. Nee, dit is leuk. Weet je, ik sta gewoon echt voor lul. Letterlijk. Eén ding wat ook echt hoort bij vrijgezellenfeesten. Leuke opdrachtjes. Dus, maar doen jullie dat dan ook? Of ben ik dan ben ik gewoon de hele dag een bokje? Jij gaat trouwen. Ik ga niet trouwen dan. Dat vind ik dus zo mooi. Elke keer als hij moest wordt, gaat hij pikken zo. Gaan we. Woe! Toby gaat trouwen. Toby gaat trouwen. Ja.
Ik wil het liefst gewoon door de grond zakken. Ik vind het zo teringsgenant. Iedereen die me aankijkt, die kijkt er met zijn blik. Maar ze weten toch wat er gebeurt aan de hand als jij gaat trouwen. Dus dan doe je dit soort dingen. Ja. Ik ga niet trouwen. Ik word een beetje gegiggeld. Ik word uitgelachen. Ik vind het echt kut, jongens. Dikke tip van From Me to You. Verzet je er niet tegen. Ja. Omarm het. Dan kun je ervan genieten. Leuk. Met deze geweldige pep talk zijn we er nog niet om Tobias te enthousiasmeren voor zijn eigen vrijgezellenfeest. En daarom starten we voor deze ene keer al vroeg met een koud pilsenmannetje. Een koud pilsenmannetje, Toby. Ja, een mooie dag. Een mooi vrijgezellenfeest. Hey, proost hè. Hey. Ik voel me nu wel echt zo'n ramp erin met zo'n halve liter in mijn hand. Ah, wat zielig voor je jas. Inderdaad, dit is wat ik het allerkutste aan Amsterdam vind. Gewoon dit. Waarom doen we het dan? Nou, om te kijken of het kut is of dat het gewoon eigenlijk stiekem heel leuk is. Tot nu toe vind ik het best wel leuk. Ja, ik niet. Tijd voor het volgende onderdeel van de dag. Wat een belangrijk onderdeel van een vrijgezellenfeest is natuurlijk... Gekke opdrachtjes! Nee! Zou ik er eentje kiezen voor jou? Voor jezelf. Oh, is een leuke. Regel het nummer van 5 vrouwelijke voorbijgangers. Jasper en ik die hebben dit al ik heel vaak moeten doen. Ik heb te vaak moeten doen. Tobias, Streetlab is toch een beetje leuk. Ik bewonder jullie om jullie dapperheid daarbij, maar ik ga dat niet doen. Jasper helpt je wel. Hallo. Echt. Tobias, kom eens. Nee, doe jij maar. Ik vind het verschrikkelijk, jongen. Mag ik jullie nummer? Want dan heb ik gelijk 2 nummers. Ik moet er 5 verzamelen. Nee, maar nu, je mag ook de verkeerde nummers geven. Laat hij de opdracht noemen. Dit is laf. Om Toby een beetje tegemoet te komen op deze zware dag, zien we het voor deze keer door de vingers. En met nog 3 te gaan, mag hij het vanaf nu af aan in zijn eentje doen. Hi, hallo. Zou ik je... Succes. Oké. Okay. Hi, hallo. Ik moet telefoonnummers verzamelen. Zou ik je nummer... Oh, dit is zo slecht voor mijn zelfvertrouwen ook, Daan. Ik vind het... Hi, mag ik wat vragen? Ik heb haast, sorry. Oh, je moet het ook niet als een straatverkoper doen. Je moet ook een beetje versieren. Oh, maar doe jij even bij hem hoe je dat zou doen? Je moet gewoon even de weg vragen. Vrouw, dat deden we ook altijd bij Schreeuw. Gewoon even zeggen, weet je toevallig hoe ik bij het Vondelpark kom? Nou, wat zie je er leuk uit trouwens? Wat, waar is dit van? Ja, ik kan echt wel janken nu. Jullie zijn echt... Probeer even eerst een verhaaltje te doen voordat je gaat... Ik doe godverdomme mijn best, Jasper. Cold Turkish, bam, ga je er zo maar in. Maar wat zijn we hier aan het doen? We zijn een godverdomme spelletje aan het doen. Het is niet dat we hier ineens hier de wereld aan het redden zijn met jouw stomme spelletje. Het is dat niks hangt hier vanaf. Je mag een godverdomme blijven meedoen met je achterlijke verzinsels. Oké, volgens mij is het tijd voor de volgende opdracht! Ga op de foto met een BN'er. Oh, wat een goeie. Oh, echt zo. Oh, dat is een leuke opdracht. Nee. Niet. Heb je niet een BN'er in je telefoon staan die hier even heen kan komen? Dit halve litertje die tikt wel aan. En dan, terwijl Tobias zijn telefoon nog wanhopig doorstaat te spitten op zoek naar een BN'er, gebeurt het bijna onmogelijke. En geeft het universum ons een cadeautje in de vorm van... Manuel Broekman. Manuel, mag ik heel even met je op de foto? Ja, ik moet. Ik ga trouwen, ja. Ja. Nou, top. Dankjewel. Ja, nou, dat is... Dankjewel, man. Waarschijnlijk, als je nu zit kijken, de geloven niet dat dit echt gebeurd is, maar het gebeurde echt. Mensen geloven het toch niet. Oh. Zo, ik krijg helemaal zo... Oh, helemaal Manuel Broekman. Manuel Broekman. Dat is nou zo leuk aan deze opdracht. Hé, hey. Toby. Flikkers trouwen. Regel een string van de voorbijganger. Ja, nou, deze weiger ik. Ja? Oké, hij mag er eentje weigeren. Mag één weigeren. Maak een selfie terwijl je wangkussen krijgt van 2 vreemden. Leuk. Weiger ik ook. Nee, je hebt 1 joker ingezet. Nee, en die komt ook nooit meer terug, de joker. Ja, maar ik vind dat ongemakkelijk. Jongens, en ik win er niks mee. Wel, eeuwige roem. En allemaal liefdevolle comments. Ik vraag. Hi. It's my bachelor party and the next task is I need to get 2 kisses. And I need to make a selfie. Dat doet pijn. Heel veel pijn. Heb je het naar je zin? De volgende ging wel raak. Hey, can I ask you something? One task is I need to make a selfie when I get 2 kisses. Can you help me? No, sorry. Oké, okay, no worries. Thanks. Hi. Mag ik jullie wat vragen? Gewoon, ze zeggen gewoon niks. Ze negeren me gewoon straal. Ondertussen zou onze vrijgezel Toby het liefste midden in de Kalverstraat door de grond heen zakken. Maar dan krijgt hij plots het idee om de volgende tactiek toe te passen, waarbij je je verzoek overdreven groot maakt. Ik ga het onmogelijke van jullie vragen, maar ik moet op de foto een selfie maken terwijl ik 2 kusjes krijg. Kunnen jullie me helpen? Ja. Gaan we dat doen? Oh, dank jullie wel. Ja? 3,
twee. Dank. Oh, dank jullie wel. Nou, ik ben blij dat ik er vanaf ben. Kunnen we eindelijk gaan zuipen? Nee. Toon, nou, kom eens terug. Ja. Hoe voelde dit? Nou, ja. Leuke meisjes. Heb je een nummer gevraagd? Vraag even een nummer. Nee, want dat was de vorige opdracht en die was al afgerond. Nou, oké, nu gaan we zuipen. Tobi gaat trouwen! Nou, waar gaan we nu naartoe? Ik hoorde net dat er werd gevraagd of we naar Noord gaan. Wat is er in Noord? Dat is echt iets wat in jouw straatje past. Nou, dus niet. Wel! Best ooit krijg ik gewoon mijn zoete wraak. Karkamel, ooit krijg ik mijn zoete wraak. Ik zie een bierfiets. Hallo. Hi. Hi. Mohammed. Hi. De kleine Spatino zit weer zelf achter dat bierding. Tot zover de hygiëne ook. Het is lang geleden dat ik in een kroeg werkte, dus. Waar heb jij in een kroeg gewerkt, Jasper? Heb je dat ook bij de pizzeria gedaan, bier getapt? Hey, wanneer heb jij voor het laatst in horeca bier getapt dan? 2000 jaar geleden. Staan en distort. Hey, dit is wel gaaf, hoor. Ja, dit is gaaf, hè. Hey, mama, je hebt eens bek, hoor. Tobi gaat trouwen! Nooit van mijn leven. Zomaar altijd... Oh, lekker Jeppe! Vrijgezellen feest! 2022! Zuip eens door. Drink nou, man. Ik heb geen tijd om te drinken, ik ben alleen maar aan het fietsen. Elke fucking aflevering zit je te zeuren dat er gedronken moet worden. Ja. Regelen wij voor jou een fiets waar je op kan zuipen? En dan willen we eens drinken. Niet goed. Het leven gaat om verhalen verzamelen, niet om spullen. Ja, en? Nu jij weer. Nou, ik zit liever in een bar en dan lekker pilsje. Mak een biertje. Gaat wel. Hoppa, ratza. Mama, je hebt dus helemaal weg. Kijk eens. Dankjewel. Wie wil nog een biertje? Making memories. Dankjewel. Hey. Making memories. Making friends. Making memories. Het mooiste wat er is in het leven. Jawel, dames en heren. Hebben we een beetje zin in een beetje? Tobi. Leuk, hè? Ik ben gek, hoor. Hey. Kijk, daar komt een vuistje. Ik ga trouwen. Iedereen een rondje. Nou, doortappen, kastelein. Mama Jeppe. Zet de rattenvanger van Amelen. Zullen we kijken? Proost op Tobi. En je vriend. Laten we nog even een klein rondje doen, nee, toch? Nee. Ik ben katslam ook. Kom, laten we nog een klein rondje net. Een beetje. Hey, we hebben nog een heel programma te gaan. Kom, heel programma. Het was net zo leuk. Ik ben nu rijp voor het bed. Ik zit er net lekker in. Ja, maar Daan, ik heb 15 bier in mijn mik. Ik ben helemaal lam. Ja, maar we stappen de taxi en dan gaan we nu het centrum in. Wat doen dan? Hoeren? Daar gaan we. Zo, Tobi, die zijn we weer. Hey. Tobias getting married. Yes. Tobi! Tobi! Yeah! Tobi! Tobi! Wat zijn jullie teringhonden? Ik vind dit echt even genieten. Wat gaan we nou doen? Wat gaan we eten? Ja, hij wil echt ergens even knap... Nee, ik wil gewoon kunnen zitten. Dat is het enige pleziertje op deze dag. Aangezien Tobi tot nu toe een behoorlijk pittig programma heeft moeten doorstaan, wat nog slechts het begin is van zijn vrijgezellenfeest, zijn wij de moeilijkste niet om hem hiermee tegemoet te komen. Oké, jongens, kom. We gaan even naar het hostel. Even chillen, een beetje bijkomen. Van het vieze eten. Met de buikjes gevuld vervolgen wij onze wegen terug naar ons hostel met een korte pitstop voor, jawel, een paar pilsenmannetjes. Nee, zoveel gaan we echt niet drinken. Zo niet? Ik wil nog wel een beetje kunnen praten, zeg maar. Drink maar door. Dus voor je het weet zie ik mezelf terug op YouTube als een soort wandelende meme. Hey. Wat Tobi als al is geworden. Wat? Hoezo? Niks. Nee, niks. Dat is super hoofd hoe je staat toe te kijken. Oh, jongens. Hoe zit de sfeer erin, jongens? Kom op, nou even gezellig. Net zat je er nog lekker in. Ja. Op de bachelor party van Tobi. Hey! Hey. Gezellig feest, hè? 22. Ja. Hallo. Hallo.
Hey! Ja, het biedt het binnen, kom op! Je wordt gearresteerd! Bad boys, bad boys. What you gonna do? Ik ben bang. En dan komt ook ineens bij Jasper in bij het besef dat je niet alles hoeft te onderzoeken om te kijken of je FOMO moet hebben. Oh, it's a great show. Hey. Ik wil even mijn respect voor je betuigen dat je dit bent ondergaan. Ik ben beschadigd voor het leven daar. Ik heb slagroom in mijn broek nu, hè? Ja, maar als jij het slagroom het ergste vindt, ik vind gewoon het ongemak wat er in zo'n ruimte binnenkomt. Oh, mijn arme Daan. Ik zit er ook dichtbij. Ik kijk ook recht in de foef. Wow, dat vind ik echt heel vervelend voor je, Daan. Zoals verwacht heeft onze vrijgezel eventjes de tijd nodig om dit trauma te verwerken. Maar gelukkig maken één of meerdere pilsenmannetjes altijd weer een hoop goed. Yes. Mooie herinnering. Making memories. Smoking chase away every rainy day. Ga trouwen, ga trouwen. Zo, man. Ja. Ben je wel zeker dat je dat gedaan? Nee, niet helemaal. Zoals wel vaker is het moment dat het iets te gezellig begint te worden, de hoogste tijd om naar je bed te gaan. Maar niet voordat we een kleine pitstop hebben gemaakt om een vette bek te halen. Want op dit tijdstip smaakt nou eenmaal alles lekker. Nee. Moet je FOMO hebben voor een vrijgezellenfeest? De opdrachten uitvoeren vond ik leuk om naar te kijken. Vooral het moment dat Manu Broekman langskwam, ja, dat vond ik echt... Je gelooft het gewoon niet. De stripper vond ik veel te heftig. Veel te heftig. Heb ik ook echt spijt van dat we dat hebben geregeld. Ze leek er wel zielig lol voor je, maar ik vind het echt heel vervelend voor ze je. Ze leek er wel lol in te hebben, maar ik vond het voor mezelf gewoon... Ik weet niet, ik kreeg er geen fijn gevoel van. Tobias leek er wel van te genieten. Ja. Dus al met al geef ik het 2,5 dino's. Zo. Jezus, wat zit je er doorheen te hummen? Sorry hoor. Het was nadat je het zei. Dat gorgelende kameel. Komt er nog wat? Het was dat ik te moe geslagen was om de rattentaxi naar mijn huis te pakken. Maar anders was ik, had ik dat zeker gedaan. Ik snap best dat je dit doet als je gaat trouwen. Dat je als vriendengroep denkt, dit is leuk om te doen. Toby die opdracht zien doen, vond ik toch wel heel erg leuk. Met die pikken op zijn kop en gewoon die zure bek. Trippen vond ik ook echt veel te heftig. Ik kan best begrijpen dat mannen dat leuk vinden en dat vrouwen dat leuk vinden om als werk te doen. Maar ik moest er echt even van bij. Komen. Echt ja, heftig, hè? Nee, maar ik, de bierfiets vond ik wel lachen, eigenlijk. Ja, dit was ik vergeten. Hoor. Eerst denk je van, wat is dit voor onzin om dit te gaan doen? Maar uiteindelijk, ja, het is toch wel geinig, gewoon een rijdende bar. Ja, het is toch best lachen, gewoon. Al met al geef ik deze hele ervaring 2,5 jeppen, joh. Mijn bek valt echt open als ik jullie hier hoor kermen en klagen over hoe zwaar en hoe moeilijk jullie het hebben gehad. Ik was het leidend voorwerp, hè? Ik werd vernederd. Ik delft het onderspit. Nou, niet jullie met je jankzeikverhalen. Ja, ik had het best leuk gevonden als ik jullie had kunnen vernederen. Hou op, niet lachen. Ik moest de hele tijd als een soort van krankzinnige idiote stad door in een jurk. Ik werd bereden, petst op mijn kont. Eén grote, lange vernedering van 12 uur. Daarom heb ik ook besloten dat ik het één Tobiasje geef.
Oh. Nou, Turkije kreeg een halve, dus ja. Op zich vond je het nog best leuk dan. Nou ja, bedoel, er was genoeg alcohol om mezelf te verdoven. Dus daarom één. Dus moet je FOMO hebben voor een vrijgezellenfeest? Nee, best niet echt. Nee. Vond je het een leuke video? Geef even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te reageren in de comments. Abonneer op dit kanaal en tot ooit. Dag. Wie deed het?